Jongens, abonneer dan, want abonneren is helemaal gratis. Right. Vergeet ook zeker niet te abonneren, want het is helemaal gratis. 'Laat zegt dus dat hij elk moment ons kan bellen. Nou, ik geloof er helemaal niks van, maar ja, laat die oude man maar bellen. Ja, ja, laat die oude... Oh! Op de voorbeeld, hij belt! Nou, laten we even opnemen. Hallo Sinterklaas! Hallo! Hallo, dat zei ik net. Je spreekt met Sinterklaas? Ja, dat zei ik net ook, ja. Wat was jouw naam ook alweer? XGamer20, abonneer ook even, is een hele goede YouTuber. Oké, jongeman. Ja. Eens even kijken wat er over jou in mijn grote boek staat. Oké, maar voordat je weggaat, ik heb een vraag voor u. Slaapt u ook naakt? Ik heb jouw pagina gevonden. Oké, leuk. Ik lees hier dat jij 13 jaar oud bent. Hoe ben jij tovenaar geworden zodat je weet dat hoe oud ik lees even verder. Ik zeg alvast, ik ga echt een politie bellen. O jee, wat zie ik nu? Wat ziet u, meneer? Zeg nou, jongeman, er staat hier dat jij een beetje stout bent geweest. Dat klopt wel, ja. Je bent niet lief geweest op school. Ja, we denken dat ik mezelf laat... Daar wordt Sinterklaas niet zo bij van. Uitpraten. Denk je nou dat ik mezelf ga laten slaan door 8-jarige kindjes? Wel lief zijn, hè? Want alleen lieve kindertjes krijgen cadeautjes als pakjes. Denk je dat ik mezelf ga laten slaan door 8-jarige kindjes op school? Wat denk jij? Zullen we dan maar afspreken dat je voortaan lief zult zijn? Nee. Mooi zo. Wat? Dan kan ik hopelijk snel weer in het grote boek schrijven dat je lief bent geweest. Nee, dat kunt u niet. Het was leuk, maar helaas moet ik u ophangen. Mijn paard, zo snel, moet nu echt even wat te eten krijgen. Oh, echt? Tot ziens. Doei, doei. Stef die paard maar. Ja. Oké, boys, we gaan dit keer de voicemail bellen van Sinterklaas. Nou, hopelijk neemt u op. Oh, joh. Hey, hallo. Hallo. Dit is de automatische telefoonbeantwoorder van Sinterklaas. Oh, echt? Leuk. Moet ik ben druk bezig met de voorbereidingen voor pakjesavond. Dus ik kan de telefoon even niet opnemen. Toets 1 als je verlanglijstje wil doorgeven. Ja. Toets 2 om iets in mijn grote boek te laten schrijven. Toets 3 om te horen wat ik op dit moment allemaal aan het doen ben. Toets 4. Op dit moment ben ik in mijn grote boek aan het schrijven. Wow. Zo te zien zijn er dit jaar gelukkig meer lieve dan stoute kindjes. Ja, klopt. Wil je nog iets anders doen? Toets. Wat leuk. Ik ben altijd zo benieuwd naar alle verlanglijstjes. Ja, ik ook. Zodra je mijn paard hoort hinniken, mag je vertellen welke cadeautjes je zou willen vragen dit jaar. Oké, komt goed. Als je alles hebt opgenoemd, druk dan op de 0. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. PlayStation 5, 10.000 abonnees voor 2023, 5.000 abonnees, een grotere pine, dat is een beetje te ver, heel veel skins in Fortnite, al die haters gaan weg, heel veel pepernoten, heel veel chocola, dat was het wel een beetje, Dankjewel. Nou, dat klinkt inderdaad heel erg leuk. Als je nou belooft dat je heel erg lief en gehoorzaam wil zijn, dan zal ik alles meteen aan de inpakpiet doorgeven. Ja. Wil je nog iets anders doen? Nee. Toets. Nou, dat was het. Leuk. Bye bye. Zeker niet abonneren, want het is helemaal gratis!